Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben met... Met Hajar. Hajar is een visagist en zij gaat mij vandaag opmaken. Dus het is een keertje wat anders dan gewoon ik alleen die mij opmaakt. Het is ook leuk om een andere make-up stijl te zien vanuit iemand anders. In plaats van altijd mij, want hun zien gewoon altijd mij opmaken. Hajar heeft visagie school gedaan, maar ze vindt dat ze daar niks heeft geleerd. Ja, holla. Ik kon het zelf al. Oké. Okay. Ik haal alle tiende. Hajar is ook bekend op Instagram. Wat is jouw Insta? En Snapchat? Hajar. Nee, meer eigenlijk op Snap dan op Insta. Snapchat meer dan Insta. Ja. Wat is daar je naam? Hajar, met twee R'en en dan M-U-A. Hajar. Nou, het staat in beeld. En haar Insta is ook in beeld, waar ze hele mooie looks maakt. Maar wel gewoon op jou, niet op anderen, toch? Op jouw Instagram. Klopt. En die andere Insta is dezelfde naam als mijn Snap. Maar goed, als je haar wilt followen, dan kan dat. Ze heeft nog geen kanaal. Ik heb al gezegd dat ze een kanaal moet beginnen, maar ze wil niet. Nee, Wolla, ik ben druk, man. Ik zweer het. Ze is te druk om een kanaal te beginnen. Ik wil het zo graag, maar ik weet het, man. Dan kan ik bijvoorbeeld ene week wel plaatsen, andere week niet. Snap je? Ja, dat is niet handig. Ik wil gewoon echt die golletje helpen. Ja. Dat je echt die vaste dagen. Gewoon vaste plannen. Ja, dagen. Maar dat kan ik dus niet beloven, snap je? Nou, ik heb ook online een make-up look gevonden. En dit is de look die ik heb gevonden online. En ik wil dus dat zij deze look gaat maken op mij. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik ben, by the way, nog nooit opgemaakt door iemand anders. Echt? Ja, nog nooit. Dus ik moet me echt voelen. Ja. Nog nooit heeft iemand anders mij opgemaakt dan gewoon ik. Dus ik ben echt benieuwd. Alleen, je zit echt druk op mij, hè? Dus no pressure. Nou, we gaan gewoon snel beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon beginnen. Nou, ik ga eerst beginnen met dit. Ik ga deze tonic aanbrengen op haar gezicht. Dus... om het een beetje schoon te maken. Ja. Toch? Ik heb wel net echt mijn hele gezicht schoongemaakt. Mm-hmm. Dus hij is, als het goed is, best wel schoon. Oké. Next step. Yes. Ik begin altijd eerst met de wenkbrauwen ogen en dan pas... Ik ook. Oh, echt? Ja, altijd eerst klopt. Wenkbrauwen. Want stel je voor, ik breng oogschaduw aan, dan krijg je fallout. Dan kan ik het gewoon makkelijk weghalen. Ja, dat klopt. En nou begin je met wenkbrauwen. Okay. Ja. Anastasia. In dark brown. Deep brown. Wat kleur gebruik jij altijd? Black, maar ik gebruik een... Ebony. Ja, maar niet van dit. Ik gebruik een potlood. Potlood. Ja. Mooi! Nee, je bent echt pas net begonnen. Tel je voor dat ik het gewoon helemaal niks vind. Straks. Kapot mooi! Oh, echt? Ja, zo mooi ben strak. Ben ik geslaagd? Gebruik ik deze van MAC. Dus hier zijn we af. Een handje zo. Dit is NC15. En ik gebruik zo'n platte kwast, weet toch? Hij moet wel scherp zijn, die kwast, om ze mooi strak te trekken. Zo onder toch? Zo. Ja. Maar ik wil jou vragen, wat was er aan de hand met die show? Die modeshow? La Femme. Ja. Ze laat ons niet betalen. Echt. Ja. Want jij had iets op een Snap geplaatst over hun La Femme ofzo? La Femme, ja. Maar wat was er dan? Ze laat ons niet betalen. Maar je had afgesproken van prijs dit en dat. Ja, klopt. En hoeveel modellen hadden wij? We hadden een bepaald aantal... Wie is erbij? Jij? Ik en Bushra. Oh, oké. Okay. Ja, we hadden een bepaald aantal modellen. Ja. Hebben ze gewoon die modellen afgepakt van ons. Hoe dan? Wat? Ja, gewoon zomaar. En uiteindelijk heb ik de hele dag, was ik daar voor één model. En Bushra had er hoeveel, twee of zo gedaan. Of twee of drie. Maar wie had dan de andere opgemerkt? Iemand anders. Heel raar. Ola was heel raar. En toen? En mijn auto was weggesleept, dus ik moest dat ook nog gaan regelen. Ja, want dat was echt een zwarte dag gewoon. Maar heeft ze je nog wel betaald dan? Ja, ze moest wel. Voor één klant dan? Ja. Eén model, bedoel ik. Ja. Sorry, ik was daar de hele dag. Het was niet een zut, het was een man. Oh, is een man? Ja. Dus ze hebben jou daarheen gebracht de hele dag en betaald voor één zut. We gaan beginnen met de ogen. Ik ga nu haar ogen primen. Met deze van NYX. Zie je hem of niet? Ja, ik ben altijd enthousiast. Mm-hmm. Ik ben altijd die droogkleur. Maar dat weten de mensen die mij volgen toch? Doe maar vol zitten. Ik ben helemaal zo droog. Nee, wacht. Ik ben helemaal druk en jij helemaal zo van ja. Nee, maar ik ben ziek. Dus ik ben... Oh ja, mensen, ze is ziek, by the way. Hoe lang ben jij al visagist? 4 jaar of zo. 4 jaar. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mensen ook willen weten hoe jij bent begonnen als visagist. Van hoe moet je dat beginnen? Ja, kijk. Vroeger was ik heel goed in tekenen. Crea bea.
Ja, holla, ik was echt, ik kon gewoon, mensen die bij mij in de klas zaten weten dat, ik ging gewoon leraar laten tekenen, alles. Echt? Mensen laten tekenen, ja. Ik was zelfs kerstschoenen daarvoor, ik had leraar getekend. Maar op een heel slechte manier, maar wel met zijn hoofd, je weet toch? Holla, dat was echt grappig. Mooi, ik was heel goed in tekenen en zo. En ja, dat was eigenlijk heel creatief. En een keertje ging ik mezelf opmaken voor de lol. En dat zo was wij allemaal. Ja, het was echt mooi. Het was mooi gelukt voor toen dan, je weet toch? Ja. En toen ging ik vaak gewoon mezelf opmaken, dit dat. En ja, nu zit ik hier. Maar hoe ben jij begonnen met jouw klant? Oh, zo. Ja. Eerst zit ik aan Insta en mezelf. Nee, eerst geen andere, ik weet niet door wie. Het was een persoon die zei, je moet echt gaan doen, dit dat. Want die persoon heeft mij gewoon geforceerd om klanten aan te nemen. Ik weet niet meer wie het was. Die zei gewoon, jij moet klanten hebben. Ja, holla. Of ze had een klant aan mij gestuurd die door mij opgemaakt wou worden of zo. Oh, oké. Dus ik ben gewoon dement. Ik heb nu haar ogen geprimed en dan ga ik afpoederen met deze van Anastasia. Oh, wacht, hij is op de kop. Dat is een losse poeder. Ja. Toch? Ja. Loose powder in de kleur vanilla. Ik heb ook mooi. Mooi, maar je ogen zijn dicht, zeg maar. Oké. Okay. Ik vind het super mooi. Gelukkig. Ik zie niks, maar ik vind het echt mooi. Mensen, er ligt hier echt absurd veel make-up. Hè? Ik heb een best wel makkelijk gezicht. Jij moet ook keer. Oké, okay, mensen, volgende keer gaat zij mijn make-up doen. Ik jou opmaken. Luister, ik heb maak nooit... geen andere op. Je moet maar niet. Maar ik heb nog nooit door iemand laten opmaken. Jou niet? Nee, ja, ik nee, ook nooit. Niet. Mensen, ik heb like dus. 1 minuut andere opgemaakt en ik haatte het. Ik haatte het. Echt? Ik dus, haat ja. Andere opmaken. Ik vind het zo annoying dat ik dan moet doen wat hun willen dat ik doe. Ik ga stuk. Ja, ik wil doen wat ik wil doen. Oh mijn god, maar ga je me opmaken of niet? Nee, misschien. We gaan over nadenken. Ja? We gaan over nadenken. Oké, okay, ik ga deze twee palettes gebruiken voor Anastasia. Deze is echt mijn fave. Ja, holla, deze. Iedereen die is geabonneerd op mijn kanaal weet echt? Dat ik deze echt geweldig vind. Dit is mijn derde, wist je dat? Echt? Ja, heb je er 3 gehad? Ja, wow. 2, dus dit is de derde. Oh, 2, ja. Mensen, ik ben zo wit. Wat is dit? Nee, ik ben aan de zonnebank geweest. Daarom lijk je zo wit. Ja, dat is unfair. Ja. Nou heb jij gezond en ik niet. Maak jij vaak van dit soort looks? Ja, dit is wel echt, denk ik, de meest gevraagde look. Ja. Gewoon basic. Ik zeg eerlijk, ik forceer mijn klanten soms echt gewoon kleur te gebruiken. Holla. En mensen willen nooit kleuren, hè? Ja, klopt. Dat is echt zo. En vaak vinden ze het ook echt heel mooi. Weet je, dan doe ik aan de onderkant een beetje een kleurtje. Van de shit die ze dan aandoen of zo. En ze zeggen, oh, echt mooi dit dan. Ja. Holla, ik forceer ze gewoon. Ja, want ik weet nog, toen ik andere opmaakte, like 100 jaar terug. Ja. Iedereen wou altijd bruin, goud. Ja. Allemaal zwart, goud, klopt. Bruin, zwart, goud, bruin. Dat is echt zo. Allemaal bruin, goud, bruin, mm-hmm. Goud. Ja, niemand wil gewoon blauw of zo, of roze, nee. Of weet je het wel. Hoeft niet. En ze zijn ook vaak bang dat het er niet gaat staan. Dat het niet gaat staan, maar het ja. Staat wel. Het staat iedereen. Kleur staat iedereen, dat is echt zo. Klopt. Een tijdje post ik zeg maar heel vaak snaps van klanten. En dat was elke keer dezelfde look. En toen zeiden mensen, ja, hij kan maar 1 look. Ze kan alleen zichzelf opmaken. Ja, maar jij moet doen wat de klant vraagt. Ja, jij kunt niet gewoon doen wat jij wil. Klopt. Maar op jouw Insta, daar heb je wel veel kleur. Mm-hmm. Tenminste op jou, niet op klanten. Ja, je moet even kijken op die andere Insta. Daar heb ik wel veel foto's van klanten met kleurtjes. 1 Insta is gewoon van jou, waar jij jou opmaakt. En de andere Insta is van jouw klanten. Ja, klopt. Dus, ja. En gebruik jij veel gratis make-up? Dat valt mee. Je staat wel op de Huda Beauty PR-lijst. Ja, dat wel. Mensen, zij staat op de Huda Beauty PR-lijst. Ja, ik ben zo blij. Ik wil ook! Weet je hoe het begon? Die zusje begon mij te volgen. Oh, mensen. Ja. Dit is de manier hoe je PR krijgt van Huda Beauty. Oké, vertel. Oké. Wat ik deed, sowieso meldingen uit. Meldingen aan van Huda, Mona en Huda Beauty Shop. Ja, want als je dat hebt, dan word je bericht als hun iets plaatsen, toch? Ja, dan krijg je meldingen als zij iets plaatsen. En ging ik gelijk altijd reageren, lijkt op dat. Ja. En toen ging eerst die zusje mij volgen. Wie? Mona. Oh ja, ja. Maar ze had me al 2 keer gerepost. Snap je? Oh, Huda Beauty. Nee, Mona Katan. Oh, Mona. Mm-hmm. Oh, zij plaatst ook? Ja, maar nu niet meer. Oh, in het begin wel, heel veel andere mensen. En toen had Huda Beauty Shop mij een keertje gedeeld. En daarna Huda Beauty zelf. Ja, toen ging ze maar vol met haar privé-account. En toen werd je gewoon gemaild van? Of je op ja, de PR-mailed? Nee, een meisje uit Nederland die werkt voor Huda Beauty. Oh, en, echt? Ja, en ze had voor mij geregeld. Oh. Wat is het meest irritante wat een klant kan doen bij jou als je die persoon opmaakt? Wat is echt irritant? Oh,
Wat is iets wat de klant niet moet doen als jij haar op, of hem of haar opmaakt? Een hele dag in de spiegel kijken. Gewoon echt de pallet zo pakken en zo kijken. Terwijl jij haar opmaakt? Ja. Oh nee, die, dat is wel vervelend. Ja, maar die progressie ernaartoe is altijd lelijk. Het ziet er altijd raar uit. Ja. Dan zeggen ze van, oh, maar het ziet er raar uit, dit, dat. En dan zeg ik, ja, ik ben je bent niet bezig. Klaar. Ik ben niet klaar, weet je. En dan zeg ik gewoon, ja, misschien kan je beter even die pallet neerleggen. Je weet toch niet, maar ik zeg het gewoon. Ja. En op het einde zegt ze, oh, echt mooi dit dat je hebt gewerkt. Ja, ja, je moet echt altijd wachten totdat je klaar bent. Mm-hmm. Want het proces is niet mooi. Ik heb ook wel eens in mijn video's dat we mensen eronder plaatsen van, oh mijn god, dit en dit en dit. En je ging in met die zwart en ik had echt iets van, oh mijn god, lelijk. Maar toen was het klaar en toen was het mooi. Ja, ja, ja. Maar heb jij ook wel eens dat gewoon jij jou opmaakt en dat jij midden in het proces iets hebt van, oh mijn god, dit is echt niet mooi. Maar dan het gewoon afmaakt en dan is het mooi. Ja, dat heb ik ook vaak. Ja, dat ik denk van, oh mijn god, wat ben ik aan het doen. Maar met creatieve looks is dat normaal. Ja, want af en toe maak ik me op een manier die ik normaal niet doe. Dan probeer ik iets nieuws. Mm-hmm. En dan ben ik het aan het doen en denk echt, oh my god. Echt? Ja. Maar dan is het klaar en dan is het mooi. Ja, dan is het mooi, ja. Ik ga in plaats van gouden oogschaduw, ga ik deze highlighter van Anastasia. So Hollywood. Ja, die ga ik op haar ooglid aanbrengen. Maar ik gebruik eerst Fix SP van MAC, die gouden. Om zeg maar extra goud te maken. Vind je die fijn? Ja, maar alleen voor oogschaduw, niet voor gezicht. Ja, want ik vond hem op gezicht niet mooi. Nee, klopt. Daarom gebruik ik hem voor oogschaduw. En voor highlighter. Oh ja, zo voor hier. Voor een extra glow. Want ik had die gedaan op mijn gezicht en alles begon te glimmen. Nee, dat is echt mooi. Nee. Ik snap het niet hoor. Maar ik hou van MAC Fix Plus. Gewoon de normale dan heet het. Ja, trouwens, die foto was zilver. Maar we gaan voor goud. Ja. Yo, die, kapot heftig. Zo mooi. Ja. I like it. Ik pak een droge kwast om die, dat gouden zeg maar te blenden hierachter, weet je. Een beetje blenden in die andere kleuren. Ja. Valt er wel eens iemand in slaap? Nee, niet echt in slaap, maar dat is gewoon echt zo moe zijn, dat is gewoon even weg van. Ja, wat een heerlijk man. Mijn moeke ook. Moeder. Ik krijg altijd commentaar, iedereen zegt altijd, waarom zeg jij moeke? Ja, maar dat is toch Brabant? Brabant, jongens. Ik kom uit Brabant. Ja. Het is wel echt heel plat. Het is niet dat iedereen hier dat zegt. Mm-hmm. Maar het begon als een grap. Maar nou is het gewoon... Nu zeg je het gewoon. Ja. Maar ik vind dat ik niet heel veel een accent heb. Nou, maar online vinden ze van wel. Jawel man, jawel. Je hebt een echt, accent. Ja? Ja, jawel, jawel. Ik begon net met mijn kanaal en iedereen... Jouw accent. Ja, ik dacht echt, heb ik echt een accent? Ja. Jij ook ja. Jawel man. Ik ga sterk, want jij komt uit Utrecht. Niet Utrecht, maar omgeving Utrecht. Ja, dat is goed Utrecht. Nee, Gelderland eigenlijk is. Ja, want jij hebt gewoon wel die G. G. Ik bedoel... G. Ja, ik zeg G. Ja, jij zegt G. Maar jij hebt die G. G. Ik kan dan niet, hè? G. Die G. Gewoon. Ga. Geweldig. Ik ga stuk. En ik wil hele heftige wimpers. Oké. Okay. Eyeliner en niks. NYX. NYX. Ik zeg altijd niks. Ja, ik ook. Dit is de matte. Ik vind die echt fijn. Ja, ik ook. Ik hou echt van deze man. Die is echt fijn. En ook budgetproof, je weet toch? Ja, lekker betaalbaar. Ja, echt. Daar houdt iedereen van op mijn kanaal. Echt, hè? Iedereen houdt van betaalbaar. Oké, adem inhoud. Oké, mag je naar beneden kijken. Dit is echt mijn favoriete mascara. Ja, jij plaatst die altijd op Snap. Oh, ja man. Kijk, alle keer mijn wimpers. Ja, dat is echt lang. Ja, maar ik heb echt niks, hè? Ik heb echt geen wimpers. Gewoon... Je gaat zo zien. Haar en die is gewoon niet van make-up studio. Hij maakt zich echt gewoon niet klonterig ofzo. Ik heb ook wel eens een bedrijf gehad. En hun wilden dat ik hun mascara ging promoten. Echt betaald ook, hè. Maar ik heb gewoon gezegd nee, want ik heb echt geen wimpers. Oh, skin echt. Ja. Nou, beter als je zo eerlijk kunt. Ja, nee. Nep wimpers. Ik wil heftig en lang. Okay. Maar die zijn dus te koop bij de Pri. Echt? Mensen, ik heb het over deze. Ik gebruik die echt vaak. En ik heb die gehad in PR. En er werd gezegd dat ze er zijn bij de Pri. Echt? Maar ze zijn er niet bij de Pri. Misschien... En in Engeland wel. Maar hier niet. Nederland niet. Maar hun hadden mij gezegd dat die hier zijn. Maar ze zijn hier niet. Dus mensen, als je die wil hebben. Ze zouden er moeten zijn bij de Pri. Maar ze zijn er niet. Dus ja. We gaan beginnen met gezicht. Yes. Wat vinden we ervan? Lelijk?
Grapje. Ik ga deze gebruiken van Lancôme. Lancôme Luxe. Ik ga nu deze gebruiken voor de poriën. Het is de foundation primer. Pore Minimizing. Van Smashbox. Yes, ja, van Smashbox. Zie je, ik moet nog heel veel leren. Nee joh. Oké, ik heb het al laten zien. Dit is kleur BD40, jongens. Ik krijg super vaak de vraag hoe vaak ik omga met haat. Hoe ga jij om met haat? Want ik heb het niet veel, maar jij hebt het echt meer dan mij. Maar ik, ja, soms plaats ik het, vind ik grappig. Denk ik, oké, what the fuck, je bent echt ziek in je hoofd. Dan plaats ik het gewoon schijt. Ja. Maar sommige berichten wil je niet lezen. Het is echt heel erg. Maar blok je het dan gewoon? Ja, soms wel, soms niet. Af en toe wel, af en toe niet. Ja. Ik blok voor iedereen. Ja. Maar ik heb er niet veel, dus die paar, ja, die blok ik gewoon. Ja. Maar heb je vaak haat echt op je make-up of echt op jou als persoon? Ik denk meer make-up. Meer op make-up? Ja, dus als jij je lijkt echt op travestiet. Travestiet, ik ga stuk. Ja, transgender. Ja, boeit mij niet. Mensen snappen niet dat het alleen voor Insta is, weet je. Het is gewoon een hobby. Het is gewoon voor de leuk. Ja, dagelijks zie ik er echt niet zo uit. Voila. Ja, nee, wat ik zelf op Insta ook niet. Zelfs dit heb ik niet op dagelijks, hè. Maar nu oh, nee, ik wel. Nee, ik niet. Ja, wat ik op Insta plaats is echt voor Insta. Dat is niet wat ik echt draag. Want mensen snappen dat niet. In hun hoofd is dat dan wat jij ook draagt in het echt. Ja. Ja. Terwijl ja, ik train bijna elke dag. Dus dat ga ik niet elke dag opmaken. En dan weer eraf halen dit dat. Mensen zijn boxed. Toch? Boksen toch? Ja, kickboxen. Kickboxen. Wat raar. Als dromen. Maar jij traint veel, echt niet. Ja, klopt. Zij is de omgekeerde van mij. Oh mijn god, en ik train helemaal niet. Ik ben helemaal zo dik. Nou, nee. En zij is helemaal zo getraind. En geen vet op haar lichaam gooien. Gewoon echt gewoon helemaal afgetraind. Beetje. Een beetje vet. Als mensen jouw figuur zien, ik ga een foto brengen hier in beeld. Oh, en zij heeft nog het lef om zich af en toe dik te vinden. Echt belachelijk. Nee, die gaan mensen dik door anorexia. Anorexia? Jij bent niet zo dun. Jij bent zo fit dun. Weet je wel? Zo in shape. Zo van ik sport. Ja, dat is wel zo. Hè? En ik ben echt zo van ja, nee. Ik vind het nooit. Oké, ik ga nu deze concealer gebruiken van Too Faced. In de kleur Pearl. Pearl. Because you are Pearl. Ik doe dat gewoon zo. Oh mijn god, deze proef. Doe zo. Die is zoet. Hij is zo zoet, wat erg. Deze is zo lekker, hè mensen. Van maar blenden. Jij brengt het aan en dan een spray en dan blenden. Ja, en daar op het einde weer. Oké. Raar, hè? Je hebt helemaal niet verteld over jou. Wat is jouw afkomst? Wat is jouw leeftijd? Oh, ik ga stuk. Oh mijn god, dit hadden we al moeten doen in de intro. Wat is jouw afkomst en alles? Nou, ik ben Hajar. Ik ben 25. 25, net als moi. Maar ik voel me zo oud. Nou, 5 jaar en dan zijn we 30. Ga je ophouden of niet? Wat erg. Oh ja, I know. Nee, ik vind het echt erg. Maar we zijn in principe nog jong. En wat je afkomst? Marokkaans. Ja, Marokkaans. Like me. Mokkie. Ook al denkt iedereen altijd dat ik geen Marokkaan ben, ik ben gewoon Marokkaans. Wat denk je dan bij jou? Altijd iets half Aruba en zo. Echt? Ja. Ik ben gewoon Marokkaans, mensen. Nee, man, ik ben vol bloed, Arabier. Ik ook. Mensen, ik ga nu contouren met Bobbi Brown. Contourstick? Foundation stick eigenlijk. Oh, foundation stick. Maar, ja, foundation. Oké, mensen, in de volgende video ga ik haar haren doen. Ja, want jouw haar is echt perfect en mijn is echt niet perfect. Ik wil het gewoon echt een keer doen. Oh ja, trouwens, ik ga nu baken weer met deze kleur. Vanilla. Ik ga nu haar contour zetten met poedercontour. Poedercontour, yes. Beetje poedercontouren, dat doe ik ook altijd. Wanneer moet je weer wedstrijd boksen? Ja, ik heb dus zo'n man die ik ken, die alles organiseert. En je hebt die andere, die zo in een ring, nee niet in een ring, in MMA. Een kooi. MMA, ja. Is het MMA? Ik vind die leuk. Oh, dat is zo hard, man. Ik vind die leuk. En ja. ik vind die ene man zo knap, echt. Hij is, welkom. Als je hem ziet, hij is zo niet iemand waarvan je denkt dat ik hem knap zou vinden, maar ik vind het echt een knap man. Wie is dat? Hij is zo blank en klein. Ierland.
Hoe heet Gregor. Hij? Gregor. Ja. Nee, Gregor heet hij zo. Oh, wat is zijn achternaam? McGregor. Ja, toch? Ja, McGregor. Ja. Ik vind hem echt knap. Ik ga stuk. Maar ook zijn gedrag is zo fout. Gewoon hoe hij het doet is zo fout. Ja. Maar ik vind het zo grappig. Blush. Oh, blush. Voor blush ga ik dit gebruiken. Ik hou van blush. Is het veel? Nee. Ik draag altijd veel te veel blush. Echt? Ja. Maar gewoon echt te veel. Weet je niet wat een mukbang is? Weet niet wat een mukbang is. Ja, maar ik kijk geen video's. Hè? Nee. Ik heb echt geen tijd. I know. Wallah, ik kijk nooit YouTube. Echt nooit. Nee, dat is gewoon dat je eet en praat met mensen. Oh, oké. Oké, nu weet ik het ook. Ja, ik heb er al 2 gemaakt, echt? Maar dan ben ik steeds alleen. En ik kan niet echt dan praten en eten, want ja, weet je wel. Ja. Dus met 2 kan de ander dan, als hij praat, dan kun jij even eten. Ik heb nou kapot vaak een knotte. Echt? Want hier, omdat ik gewoon mijn haar annoying vind. Je moet je haar echt, geloof me, knippen. Geloof me. Echt. Maar ik trust mijn haar. Lang en dood, dat is de motto. Ja, maar echt. Wat gebruik je dan? Oh. Ja, highlighter van Anastasia. Deze. Oh ja. Oeh, mooi. Jij hebt mijn wenkbrauwen beter gedaan dan hoe ik dat doe. Ik ben daar zo slecht in, hè? Ja, vind je? Ja. Wenkbrauwen is niet mijn ding. Word jij wel eens op straat herkend? Jawel. Niet echt hoor, maar... Soms. En dan praten ze gewoon met je. En dan zeggen ze, hoi, ben je Hasha? Ja, ja. Ik vind het altijd awkward as hell, hè? Ja? Altijd wanneer iemand mij herkent, ja, ben ik echt van, ja. Oh mijn god, ik weet niet wat ik moet doen. Nee, ik heb hem meer skrit uitzien. Ja, ik zie er sowieso niet uit. Zeg maar, ik loop op straat, niet in mijn hoofd van, oh misschien word ik herkend. Ik loop gewoon van, ik ben gewoon ik en whatever, ik loop gewoon. Dus wanneer ik word herkend, is dat zo van, oh ja. Weet je wel, oh ja, klopt ja, dit kan ja. Weet je wel? En dan ben ik zo helemaal zo verrast. Ik ga nu deze gebruiken, Fenty Beauty. Nou mensen, dit was het dan. Ik ben heel blij met de look. Ik vind het echt mooi. Gelukkig. Want jouw make-up lijkt op hoe ik het altijd doe. Okay. En ik heb altijd heel veel vragen over of ik mensen kan opmaken. Dus als je zou willen worden opgemaakt door iemand. Ik doe het wel. Dus. Hoe kunnen ze jou benaderen? Via de mail. Ja, mail of die andere Insta. Insta of mail. Ik plaats alles beneden in de beschrijving. Dus mocht je nog iemand willen hebben voor jouw make-up, dan heb je hier de perfecte persoon. Nou, heel erg bedankt voor vandaag. Voor ja, was leuk. Ja, maar was wel leuk. Vond je het leuk? Jawel, toch wel. Ja, ja, ja. Eng hè? Ja. Ze vond het echt eng in het begin. Ja, ze zei allemaal, nee, ik wil niet. Nee, ik zei, dat is jawel, ik ga je gewoon forceren. Ik zei, jawel, je moet op beeld. Jawel. Nou, het was super leuk. Nee, nou, ik heb geen spijt. Dus... ben ik blij mee. Yes. Nou, we gaan nou naar de McDonald's. Mensen die me kennen, weet gewoon dat ik slaap. McDonald's, ik ga stik. En ik heb 2 weken volgehouden. 2 weken. Lang hè? Bas. Dat is echt lang. Mensen, vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Dan ben ik weer alleen. Doeg. Doei. Nee, ik ben echt zo bleek nu vergeleken met jou. Dit kan echt niet. Ik ga eerst jouw gezicht reinigen met deze. Oh, met deze. Oké, wacht. Even eerst oefenen, ja? Ik ga deze tonic aanbrengen. Ja, we moeten echt in elkaar.